Je moet zwagen, jongen. Get wrecked. Ja, iedereen komt over de rivier. Dat deed ze al een plezier. Na een lange wandeling was iedereen wat moe. Voor de nar deed het er niet toe. Hij zal het lachen en zingen. Hopelijk kan de rest zich bedwingen. Zelfs het eelt op mijn handen begint al muur te worden. Gaan we niet even uitrusten? Ah, ja, rusten, leuk. Dat vind ik goed. Ja, ik heb het tegen. Ik heb een nieuw liedje. Ben de naar en mijn naam is Pepijn. Maak graag mopjes en ik ben een beetje klein. Meneer Pastoor spreekt over het elk woord. Ik denk dat hij niet door heeft dat de rest van zich gaat stoppen. Elkelijk is een krijger of een ridder of zoiets. Hij doet zich dat voor, maar eigenlijk durft hij niks. De spijr is wat traag en dan loopt weer in de pad. Kleine truc is, geeft hem een shot onder zijn gat. Achter is erbij en dat vind ik ook wel fijn. Hij is wel zielig, want zijn beste vriend is een zwijn. Maak het hier plezant met een mop of een fazant. En torf het mij precies al een beetje aan de kant. Stop met dat getorken, ik heb er heel mee gehad. Allemaal wegsteken, John. Over de beek, hè. Wat de fijne is dat toch bij jou? Ik denk nou gewoon even zo. Deze moment moeten gebruiken om in stilte te bidden. En misschien dat dan allemaal nog wel goed gaat komen. Stil maar liever, wat god. Dan wel in stilte. Godverdomme een touw! Ik zal het wet ontslagen door Nelke, omdat ik geen touw bij had. Hoe doe je min? Nelke, kun je zelf naar een naam wil touwen? Je loopt zwaar. Dat is allemaal een schuld van die nardag, hè? Met zijn gitaar en zijn popjes heel van tijd. Hoe zal ik dat in mijn bij? Verstand, wat? Ik kom hier vastbijen om een boom, denk ik. Ja! Gewoon achter. Ja. Nee, man, dat kunnen we niet doen, hè. Je kunt je toch niet vastbijen, zeker? We moeten proberen te vergeven en al die arithmeteur. Niet zomaar vastbijen aan een boom, natuurlijk. Meneer pastoor, raakt een beetje goor. Ik denk dat we best wel vastbijen. Ik vind het toch een goed plan. Wie waar is dat dan? Pak een touw. Bij de bas. Wat zijn we aan het doen, man? We gaan weer vastbijen. Een nieuw spelletje. Echt leuk. Allee, jong. Ik kan hem jou, want hij is toch te klein. Ja, dat is waar. Domme naar. Ja. Bij me wel vast, hè. Ja. Het is goed, jong. Kom in, douw. Het al een stuk verzameld komt worden eigenlijk. Ik kook, je had goede man. Ja, ik kan het niet dragen zo, hè. En trekken. Ja, dat die ook zeker niet meer kunnen ringen, gewoon. Zo ben je dat. Nee, dat is niet waar, jongen. Ja, dat is goed. Dat is wel een mafgemaakte ding, hè. Die Belgische zomer in de ring. Zijn wij dan vut of... Oh. Nee, die komt met me los. Ik zie hem nu, kijk ik tegen, hè. Daarna zijn we erop getraind, hè. Ja, dus nou dan best. Ja, kom, we zijn vut, man. Ja. Met dat mannen kom, weet je. Ja, tot strak, hè, mannen. Is dat niet deze weg, hè? Ah, ja. Kijk, het kan zijn. Dat zou er niet voor nog bij, hè.
Dan zijn we wel even zo'n stapje kunnen hier te rusten, want... Ja, God zegt toch dat het hier nog lang gaat duren, zover dat we er gaan zijn. Ja, nu is het nog langer. Het is saai. Hoe lang zijn we nou alweer aan het dwalen? We hebben nog geen woord tegen elkaar gezegd. En dan niemand een goede mop of zo. Hè? Een beetje plezanter te maken. Ja, ik wil wel, misschien wel eens proberen wat de vrolijke noten terug in te brengen. Ik ken nog wel een goede mop. Er was dus de priester en die ging op hedenvaart. En die dacht, ik moet de arme mensen een beetje helpen en een beetje goed zijn voor die mensen. Ik kwam dan zo'n arme mens tegen, die was de weg kwijt. En die vroeg dus de weg van, zeg, priester, ken jij de weg? Ik weet dat die priester zei. Ja, kijk maar eens in Genesis van de oude Bijbel, vers 12, psalm 78. Psalm 78 van Genesis, hè? Van de oude Bijbel. Nee, dat is toch niet te moeilijk voor ogen, meneer Pastoor. Je hebt ook niks aan God gekregen, precies. Ik kan ook wel proberen om op te vertellen eigenlijk. Houden we even vast, hè? Het komt echt een heel goed. Dus, een boer, dus wat ik, loopt over zijn waaier en dan kijken ze dat is allemaal van mijn. En hij is allemaal goed aan het zien en hij let daar goed op. En ineens, plots, valt hij dan een sloot en hij ligt dan echt een koe. Wat doet die koe hier nou? Ineens kan die koe nog praten. Hij zegt tegen de boer dan van, zeg, boer, was wij, want ik zit hier nog stoppen. Zullen we mij slachten? En dat gaat van al was. Die koei, die was stiekem, dik. Die zou je van een paar kilometer verder laten komen. Hè? Wat denk je? Nee. Ik nou wel eigenlijk wel. Ben je een goeie, hè? Dat vind ik wel boer. Goeie, hè? Ik nou wel een goeie. Toch, man. Toch, heb jij toevallig je moppen? Moppen? Nee, dat doe ik niet om. Dat is... Volgens mij. Jij is ook een goeie. Hij? Mopjes. Moppen. Ja. Het is maar saai, ja. Die heeft een kleine nek gelopen. Pepijn was misschien wel niet zo'n slecht. Ah, ja. Hij hield de moed en de geest altijd wel gezond om er toch te gaan te vuur te blijven gaan. Hè. Ik heb het wel. Ik heb gewoon een beetje onderbreken. Dat is niet zo weinig. Het is wel altijd dat je een vergevingsgezind moet zijn en de tekortkomingen van de ander moet je kunnen vergeven. Dus misschien even terug moeten en... Hoe was dat, weet ik zeg? Hij is een beer. Hij is weg, joh. Op hier in de rug. Op hier in de berg, denk ik. Hé! Hé, Melkkap. Mijn naam was. Sorry, hè, man. Ja, ik doen. Je had het kind mijn lesje geleerd, hè. Alleen. Je bent er alvast aan een boom, met Mauteke. Ja, maar. We beginnen wij eigenlijk nog goed aan zien, hoor. Ik kan het helemaal eigen altijd. Ja, wel. Win-win dan, hè. Ja, ik denk het. Als je zo ook nog rond houden, hè, dan weet je niet wat je met een vrije zelf aan het doen maakt, man. Hé, toch? Zonder wel even zuur, denk ik. Ja, hij zit niet op het kostuumvel. Kijk, wie nice. Kijk, is hij zo vuil of niet? Wat is dat nou? Oh! Ik ben maar niet vast bijna aan de boom, hè? Goeie, pijn, goeie.
Daar was iets actief, de rest zijn niet zo lief. We vonden hem vast, dan ze geen last. De dag bleek toch goed gerief. Tippen, vandaag is naar vastgebonden, doodzonde. Dat wil zeggen dat je allemaal wel een beetje verdraagzaam moet zijn. We zitten al een paar dagen op kamp hier en de ene gaat misschien al eens iets uithalen dat je niet zo geren hebt. Maar je moet niet direct beginnen schelden op elkaar of beginnen pesten, dat is voor niks nodig. En dat is voor niemand plezant. Oké. Tot de dag, diensten!